Dus welkom allemaal op het webinar Starten met digitale werkinstructies in het kader van het TWI for Manufacturing project. Dit is een eerste webinar in een reeks van 6. We zijn zeer blij dat jullie allemaal aanwezig zijn op dit webinar. En wij hopen u natuurlijk ook te mogen ontvangen in onze toekomstige webinars. Op het programma vandaag staat als eerst een bedrijfsgetuigenis van BWEL. Daarna gaan we een beetje toelichten over het TWI for Manufacturing project, over wat het juist is en wat u ervan mag verwachten of hoe dat u er gebruik van zou kunnen maken. Dan wordt er een presentatie gegeven over hoe te starten met digitale werkinstructies. En als slot wordt een van de voorlopige projectresultaten, de TWI for Manufacturing website met bijhorende kennisdatabank, toegelicht. Dus als eerste gaan we dan starten met de bedrijfsgetuigenis van Benny Klaas. Benny is Technology and Innovation Engineer bij BWEL. Zij zijn iets meer dan een jaar geleden gestart met digitale werkinstructies, met de implementatie ervan in hun bedrijf. En ik denk dat dit een inspirerend geval kan zijn voor meerdere mensen aanwezig in deze call. Dus Benny, bij deze mag jij je presentatie starten. Dank u wel, Dimitri. Goedemorgen allemaal. Ik zou graag eerst beginnen met onze agenda heel kort te laten zien, maar ik ga dat niet aflopen. Dimitri, kun je door? Ja. Dus wat ik wel hier wil zeggen is dat de maatwerker, dat is de MWK, dat is een afkorting die ik ga gebruiken, dat is de maatwerker, dus onze mensen met een afstand tot de markt, tot het werk, met een beperking. Dat is onze maatwerker en omkadering is eigenlijk alle mensen die zorgen dat het werk goed bij onze maatwerkers aankomt en zorgen voor de organisatie en de begeleiding en noem maar op. BWEL in het kort. Volgende slide. BWEL kent een 4400 vakhanden, dus eigenlijk een 300 mensen die in de omkadering zitten en een bijna 2000 maatwerkers die we hebben. We zijn opgestart in 1964 en we hebben een negental verschillende activiteiten. Dus we doen eigenlijk een heel grote diversiteit. En we hebben meer dan 50 jaar ervaring. Voor degenen die straks nog meer over BWEL willen te weten komen, dat staat onder de blauwe link. Dus dan kom je wel op onze website en daar krijg je diverse informatie van onze organisatie, maar ik wou toch heel even ons heel in kort voorstellen. De volgende, onze probleemstelling, ja, wij wouden een uniforme werkwijze hebben, dat is onze betrachting. Verder ook het versiebeheer van het change management een beetje structureel krijgen. We willen zoveel mogelijk paperless gaan werken en onze begeleiding op papieren tot nog toe was oké, maar toch aan verbetering vatbaar om met beelden en met gemakkelijke technologische vooruitgangen zoals iPads te gaan werken. En ook het punt waar we naartoe aan het kijken zijn, is het efficiënter schrijven. Dus we waren voorheen in Word-documenten aan het knutselen, om het zo maar te zeggen, en werken in een softwarepakket dat die digitalisering van werkinstructies ondersteunt, dat geeft toch wel een heel andere manier van werken. En dat is efficiënter, kwalitatiever en brengt ook de discipline aan de orde om ook naar processen en producten te kijken. Verder hebben we gaan kiezen van wat gaan we nu doen. Er zijn een aantal service providers aanwezig op de markt, die allemaal digitale werkinstructies aanbieden. We hebben onze wensen bekeken, dus API, dus dat we kunnen gaan koppelen met ons ERP-systeem. Dus eigenlijk is de bedoeling van zo ver mogelijk al eens te gaan kijken waar wil ik uiteindelijk naartoe. Wil ik API hebben, wil ik koppelen met mijn ERP-systeem, wil ik koppelen met bepaalde tools. Dat hebben we allemaal opgelijst en dan zijn we een marktonderzoek gaan doen naar digitale werkinstructies. Providers. We hebben referenties opgevraagd gehad met collega maatwerkbedrijven. We hebben referenties opgevraagd aan de VOCA. We hebben een aantal klanten bezocht van onze keuze nummer 1. Dat was Azamuta voor ons. En we zijn dan ook bij een tweetal
referentieklanten op bezoek geweest om expliciet te zien van hoe werkt dat daar en hoe wordt dat daar ontvangen, digitale werkinstructies. Bij het opstarten, ja, we hebben zeker een eerste keer een introductie laten doen door de service provider Azamuta. Ze zijn ons komen begeleiden van wat eigenlijk digitale werkinstructies zijn, wat een pakket allemaal kan. We zijn begonnen met een eerste digitale werkinstructie te maken in een kastenbouw. Zeer uitdagend, lange arbeidsinhoud. En daar foto's van maken en dan begeleiden, dat was een eerste ervaring. Oei, ik kreeg heel even echo, maar het is weg. Dan hebben we gezegd van ja, we moeten toch ergens wat regels gaan afspreken. Iedereen kent Excel en Microsoft. Je kunt daar 1000 kleurtjes en fontjes gaan kiezen. En we zeggen we willen geen cacophonie krijgen straks. We willen ergens wat structuur gaan aanhouden. En dan zijn we een opleiding Golden Rules voor digitale werkinstructies gaan organiseren. Dat was samen met de opleidingscoach. En dat was uiteindelijk zeer goed ervaren door onze mensen om daarmee te vertrekken. In de opstartfase is het ook belangrijk om goed te kijken naar de inschatting van de nodige tijd om digitale werkinstructies te gaan schrijven. Lange arbeidsinhoud vraagt heel veel tijd om die digitale werkinstructie te schrijven. Maakt niet uit welk medium je kiest, maar dat vraagt de nodige omkadering en de nodige tijd om dat in te vullen. Dat hebben we gedaan samen met ook de mogelijke investering die eraan toekomt. Als je met iPads of tablets wilt gaan werken, dan moet je dat toch ook even meenemen in je roadmap van ja, wat gaan we aan kosten hebben, wat gaan we aan licentie hebben, wat gaan we aan effort hebben om de eerste digitale werkinstructies te schrijven en gaat het kosten om change management onder controle te houden. Na de opleiding hebben we natuurlijk onze eigen Golden Rules gaan opstellen, een beetje op maat naar onze maatwerkbedrijven toe. We hebben 9 sites, dus ja, we moeten toch zien dat we daar wat synergie in houden en wat standaardisatie, want het personeelsverloop van de een, of mutatie van de ene plaats naar de andere plaats, dan telkens een andere huisstijl hebben, dat past niet. Dus vandaar dat we onze eigen Golden Rules hebben opgesteld. Wat ik zelf persoonlijk belangrijk vind, is de organisatiepyramide die we rechts getekend hebben. Probeer dat niet te breed te maken. Dus we zijn begonnen met onze service provider Azamuta en BWL IT. Die staan in de top van de hiërarchie. We hebben een aantal hoofdgebruikers aangeschreven gehad. We hebben een paar mensen die eigenlijk meestal vanuit de werkvoorbereiding die de functie hebben om een digitale werkinstructie goed te keuren. De voorlaatste laag is dan de eindgebruiker vanuit de omkadering, dat zijn onze monitoren, die ook iets ja, meer gebruik doen dan uiteindelijk de maatwerker die de volledige begeleiding krijgt vanuit de digitale werkinstructies. We zijn kleinschalig begonnen met een proof of concept in een kleine werkplaats en we hebben daar ook onze inspanningen bijgehouden, dus ook onze uren die wij spenderen om de digitale werkinstructies te gaan schrijven. Dat geeft dan ook weer een beeld als je straks dat moet gaan projecteren naar andere bedrijven of andere artikels toe, dat je weet van ja, het gaat ongeveer zoveel tijd kosten om mijn processen, mijn werkinstructies te digitaliseren. Ja, de volgende. Onze status per vandaag is dat we een eerste werkplaats in het volledig jaar 2021 aan het schrijven geweest zijn. Dat was ook onze proof of concept. 50% van onze artikelen is gedigitaliseerd en 80% van de arbeidstijd is gedigitaliseerd. Maar mee ik wil zeggen, we hebben de arbeidsinhoud van het artikel en de aantallen die er op jaarbasis gemaakt zijn. En dan gaan we kijken, dan hebben we eigenlijk nog maar 20% wat we nog niet gedigitaliseerd hebben. Onze tweede werkplaats in de Senderlo is in januari opgestart en dan hebben we er nog 7 te gaan. En daar moeten we ook nog eens goed over nadenken naar de inspanningen die we daar gaan moeten inzetten. Maar het punt is wel dat de spontane vragen beginnen binnen te komen. Onze belevenissen van onze mensen. Het aanleerproces vanaf het begin met Azamuta wordt als zeer positief ervaren. We hebben een
feit gehad dat een nieuwe monitor binnenkwam met een nieuwe maatwerker. Er was op dat moment wat weinig volk en ze zijn samen naar het product gaan kijken en zijn samen eruit gekomen om het product te gaan assembleren wat er op de order stond. Dus dat is eigenlijk van begin tot einde goed meegevallen. Onze mensen krijgen een gevoel van zelfstandigheid. Ze moeten niet telkens gaan vragen aan hun monitor van hoe was dat dit of dat weer. Ze worden begeleid in een aanloopcurve en in een aanleerperiode. Zijn er rustiger, ze hebben een hulpmiddel bij de hand. Zijn er de tablet die hen wel begeleidt en waar ze op terug kunnen vallen. En als het dan een aanverwant artikel is, dan is dat zeker makkelijker over te gaan naar die nieuwe artikels. Ervaringen, ja, daar zijn er een heleboel. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Ik heb de belangrijkste wat in het vet gezet. De uniforme werkwijze vinden wij voornaam, zodanig dat alles herkend is. Bijvoorbeeld, wij spreken af dat de eindsituatie op de foto met een blauwe kader is, zodanig dat we weten van we beginnen met deze foto en een eindsituatie op dat beeld is blauw omkaderd. Het meer zelfstandig werken, nog eens ter herhaling, is belangrijk. Mensen, een onafhankelijkheid is zeer positief. Wat wel zeker moet bijgehouden worden, vandaar dat ik ook zeg van registreer uw tijd, registreer uw artikels waarmee je bezig bent en wat de arbeidsinhoud van dat artikel is. De nodige tijd die we op dit moment hebben zit op een verhouding van 1 op 25, zoals we in het jaar 2021 gedraaid hebben. We gaan daar nog aan verbeteren, we gaan daar ook efficiënter in worden, maar het geeft wel weer wat een inspanning dat er verwacht wordt. Maar ik maak me wel sterk, wat medium dat je ook gebruikt, de inspanning is altijd niet te onderschatten om een werkinstructie te digitaliseren. Ons versiebeheer, dat is een sterk punt richting de ISO 9000 audit, dus dat we daar kunnen aantonen dat wij dit netjes onder controle hebben. De validatie door de klant is ook een leuke ervaring, dus daar zijn we ook nu nog mee aan het testen, dus dat wij de werkinstructie klaar hebben en we gaan die doorsturen naar de klant en die kan zeggen van oké voor mij en dan hebben we dat ook weer geborgd. De structuur is beter. We hebben dat afgesproken gehad van hoe dat we met de Golden Rules, hoe dat we alles gaan opstellen en gaan structureren. En om te voorkomen dat het niet een wildgroei wordt. Een van de punten die wij als zorg hadden, en vaak zie je dat ook bij software providers, dat de handleidingen niet zo nauw genomen worden. Daar hebben wij richting onze service provider op geanticipeerd gehad. En eigenlijk, ja, ze hebben daar een zeer goede repliek gegeven met de handleidingen allemaal in het softwarepakket zelf te zetten, zodanig dat je zelf geen handleidingen moet gaan schrijven. Het zit er allemaal in. De volgende. In de toekomst, want digitale werkinstructies, dat is nog maar een basis van een heel traject wat je wilt doorlopen. We willen er nog nieuwe functies in gaan stoppen. Dat is zeker checklists. Dus dat we daar op bepaalde stappen in het proces of door controleurs die bij ons in de werkplaats rondgaan en checken. Dat willen we gaan digitaliseren, zodanig dat we ook het bekende invulblaadje, checkblaadje, wat op 10 seconden op het einde van de werkdag soms ingevuld wordt, dat gelogd wordt en dat eigenlijk een beetje aangestuurd kan worden van dit kan niet zijn dat je dat zo snel gecheckt hebt, dus je krijgt meer controle en discipline in je processen. Naar de varianten gaan we ook nog wat kijken als er een lichte variant is van een artikel, hoe dat we dat netjes in onze structuur kunnen stoppen. We zijn bezig met de tick badge van onze operatoren die te gebruiken en te laten onderzoeken bij onze Azamuta. Dat zij dan gewoon hun badge kunnen gebruiken om in te loggen en dan weet het systeem wie er aan het werk bezig is en met de barcode voor het productieorder gaan we ook weten van welk artikel dat tevoorschijn moet komen op de tablet. Uiteraard willen we die barcode voor productieorder straks wel via de API op TRP-pakket zetten, maar dat is nog een brug te ver op dit ogenblik. We gaan stap voor stap groeien in onze digitale werkinstructies.
We gaan ook onze organisatie nog moeten aanpassen, dus dat we meerdere admins hebben, ook meerdere mensen die digitale werkinstructies kunnen gaan schrijven. Want als je ziet, 1 op 25 laat dat straks nog 1 op 15 worden, wat misschien wel uitdagend is. Je gaat er toch heel wat volk voor moeten of inspanningen voor doen om dit een eerste keer neer te schrijven. En dan komt het natuurlijk de wijzigingen die de klanten aanbrengen, die moet je ook gaan implementeren en doorgeven. Op lange termijn hebben we nog wat functies die er aangeboden worden in het oog of willen we gaan onderzoeken. Dat zijn de audits, dus 5S audits horen daar bijvoorbeeld ook thuis. We willen de digitale werkinstructie variabel maken, want op zeker moment gaat uw begeleiding een last worden, want je weet het wel allemaal en dan heb je niet meer zo'n begeleidingsnood. Daar zit er nu al een fast forward in, maar we kunnen dat ook nog wel verder onderzoeken hoe we dat nog beter kunnen gaan implementeren op onze werkplaats. De verbeterborden is eigenlijk een beetje de feedback die vanuit de werkplaats naar werkvoorbereiding of kwaliteitsdienst kan gaan, dat daar opmerkingen kunnen op het digitaal platform zetten en dat dat dan door de juiste mensen opgenomen wordt. We willen straks ook nog toepassingen gaan uitbreiden, dat we machines instellen gaan zetten. Wat we zien met de kennisborging is dat mensen op pensioen gaan en dat bepaalde kennis nergens gedigitaliseerd is of geborgd is. Vandaar dat we daar ook machine instellen willen gaan bekijken of dat goed is. En misschien ook wel straks onze maatwerkers die in de kantooromgeving arbeidsongevallen of verlofregelingen of ziektebriefjes moeten gaan verwerken, die gaan begeleiden met digitale werkinstructies. De technische aspecten, ja, we gaan willen of beogen om te gaan connecteren met gereedschappen, bijvoorbeeld momentsleutels. Eerlijkheidshalve moet ik hier zeggen dat we daar nog een beetje terughoudend in zijn, omdat we veel momentsleutels hebben en dat de digitale momentsleutels toch redelijk wat kapitaal vragen. Het connecteren, zoals gezegd, via API, dan gaan we nog even op de lange baan schuiven, of langere baan schuiven, dat zit er wel in, maar dan moeten we die koppelingen wel goed krijgen. Een learning management systeem kunnen we ook nog koppelen via SAP en Azamuta, onze softwareplatform. Daar hoort dan ook weer de competentiematrix bij, waar we op kunt sturen en ja, het stukje van onze ERP koppelen aan Azamuta. Daar zitten we ook nog op lange termijn aan te denken. En uiteindelijk, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, die 1 op 25 verhouding, daar willen we toch nog wel aan gaan werken. Dus we zitten toch mee te kijken met andere projecten die gaan lopen of al lopen hebben, CAT to DBE of teksten inspreken. Het fotomateriaal beter gaan beheren, daar zitten we op te kijken. Nadeel bijvoorbeeld is, als we een proces hebben met 10 stappen en op stap 2 gaat een onderdeel van rood naar blauw als kleur, ja, en dat, dan moet dat eigenlijk vanaf stap 2 tot en met 10 allemaal teruggefotografeerd worden. Dus daar zitten we te denken aan, ja, CAD-tekeningen of renders of zo, als we daar op de lange termijn eens naar kunnen kijken om dat er ook nog bij te betrekken. Zo, dat was ja, geprobeerd in 10 minuten tijd te vertellen waar dat wij met BWEL mee bezig zijn. Uiteraard 10 minuten vertellen over een gans jaar, dat is moeilijk. Als er vragen zijn of opmerkingen, die zijn altijd welkom via mij. Dank u wel, Danny. Het is inderdaad niet makkelijk om op een dikke 10 minuten, het is iets meer geworden, om alle informatie van een jaar samen te vatten. Nu, moesten daar vragen zijn voor Danny, die kunnen ofwel in de chat geplaatst worden, zodat we ze nadien in de Q&A kunnen beantwoorden of eventueel na de webinar nog daarop terugkomen. Of jullie kunnen contact opnemen met mij of met Benny om die vragen meer in detail te bespreken. Of om met elkaar in contact gebracht te worden. Het volgende deel in dit webinar gaat dan een korte toelichting zijn over het DBE for Manufacturing project. Dus het project waarin deze webinar kadert. En dat deel zal ik zelf presenteren. Het is een Vlaio
COOC-project. Dus dat staat voor collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding, waarin dat er dus getracht wordt om onderzoeksresultaten te valoriseren en om te zorgen voor een versnelling van introductie van ja, bestaande en nieuwe technologie en kennis in de Vlaamse industrie. In het consortium van dit project zitten Flanders Make met het Corelab Productions, Universiteit Gent, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Hasselt, Expertisecentrum Digitale Media. Deze drie partners ja, voeren hier op zich het technische werk uit in het project, maar we worden ook gevolgd door een begeleidingsgroep. En die groep, dat is een groep van 17 bedrijven momenteel, die dat onze ontwikkelingen en onze resultaten opvolgen en daar ook feedback op geven, zodat we ook ja, relevante ontwikkelingen doen voor de Vlaamse industrie. De begeleidingsgroep is een mix van bedrijven. Dat zijn enerzijds eindgebruikers, maar ook technologieproviders en netwerkondernemingen. Nou, waarom digitale werkinstructies? Daar ga ik eigenlijk vrij snel doorgaan, want Penny heeft al een aantal punten aangehaald. En ook in een volgende presentatie wordt er op een aantal aantal punten iets meer wetenschappelijk onderbouwd waarom dat werkinstructies relevant zijn. Maar dus het is vooral een verhoging van efficiëntie, kwaliteit, makkelijk om uw werkinstructies up-to-date te houden. En ja, het is operator- en taakgeoriënteerd. Waarom dan het project DWI for Manufacturing? Want dus er zijn een aantal voordelen, ook er zijn veel voordelen aan digitale werkinstructies. Benny heeft er ook een aantal opgesomd. Maar waarom moeten we dan een project daar rond doen? Dus wij merkten dat er in de Vlaamse industrie toch vaak een barrière leek te zijn om te starten met die digitale werkinstructies. Of toch zeker bij de KMO's. En dat is deels te wijten aan onvoldoende kennis over die digitale werkinstructietoepassingen in de industrie. Het is niet altijd eenvoudig om te weten hoe je eraan moet starten, waarop je moet letten bij de selectie van platformen en zo. En daar wil dit project dus aan tegemoetkomen. En we willen door dit project ook zorgen voor een verbetering van de digitalisatie in de Vlaamse industrie door die digitale werkinstructies. Het project zelf zoekt dus een lerend netwerk te vormen tussen technologieproviders en eindgebruikers. De focus ligt vooral op KMO's uit de maakindustrie, maar niet exclusief. Dus werkinstructies zijn relevant voor een heel breed publiek. Dus het is niet enkel gefocust op KMO's, maar daar zien we wel het meeste progressie mogelijk. En het doel is dus ook om drempelverlagend te werken, dat die bedrijven sneller de stap kunnen zetten naar digitale werkinstructies. De bedoeling is dus dat wij als het TWI for Manufacturing project een onafhankelijke bron van informatie kunnen zijn om dus bedrijven te ondersteunen in het traject naar integratie van digitale werkinstructies. De doelstellingen van het project. Dus in het project gaan wij werken aan tools en disseminatie voor efficiënte creatie, gebruik en onderhoud van digitale werkinstructies. Een eerste onderdeel daarvan is ondersteuning voor digitale werkinstructie platformselectie. Dat doen we enerzijds door een onafhankelijke kennisdatabank op te zetten, waarin dat alle werkinstructieplatformen vertegenwoordigd zullen zijn en vergeleken kunnen worden op functionaliteiten. Maar anderzijds ook een ROI-calculator. Als werkinstructies niet rendabel zijn, dan gaan de bedrijven ook de stap niet zetten naar die werkinstructies. Dus daar werken wij aan tools om die platformselectie te vergemakkelijken. Dan anderzijds werken wij aan software tools. Automatische of semi-automatische werkinstructiegeneratie vertrekkende van CAD-files kan daarbij een methode zijn om de creatie van werkinstructies te versnellen. Wat dan ook een van de punten was die Penny dan ook aanhaalde, dat het wel, het neemt veel tijd om werkinstructies te creëren, of het neemt misschien iets te veel tijd in, maar we willen dus in dit project zorgen voor tools om dit te versnellen. En anderzijds willen we ook werken naar een interface standaard voor die werkinstructieinformatie op basis van het semantisch model. En daarmee is het dan de bedoeling dat informatie makkelijker tussen verschillende platformen of systemen uitgewisseld kan worden.
En we werken aan een online platform om de master data te configureren. En als een derde punt in onze doelstellingen werken wij aan een modulaire architectuur om de links met ERP en MES-systemen naar het werkinstructiemodel makkelijker te maken. En ook om de integratie van modules voor performance metrics te integreren, dus bijvoorbeeld kwaliteitsinformatie of ergonomie, te kunnen linken aan die werkinstructies. Het is een project voor kennisverspreiding, dus ja, sensibilisering en disseminatie is een belangrijk onderdeel van het project. En wij willen dat doen door webinars, adviesmomenten, workshops, ja, nieuws en demonstratoren. Vandaag is het eerste webinar en wij plannen op 10 mei een tweede webinar te houden, opnieuw om 11 uur. Dus bij deze, moesten jullie nog graag willen terugkomen naar zo'n webinar, zet het alvast in je agenda. De invite zal later nog verstuurd worden. We willen ook graag één-op-één adviesmomenten kunnen voorzien. En we hadden ook aangegeven dat het mogelijk was om deze namiddag adviesmomenten in te plannen met ons of met de experts van Flanders Make. Er zijn een aantal bedrijven op ingegaan, maar er zijn ook nog een aantal vrije plaatsen. Dus moest er toch iemand zijn die dat op basis van dit webinar getriggerd is om toch eens voor iets meer advies één-op-één te willen horen, geef het dan zeker aan na deze webinar door mij even te contacteren, zodat we kunnen kijken of we nog een geschikt timeslot kunnen vinden. Moest het vandaag niet lukken, dat kan natuurlijk ook op een andere dag ingepland worden. Dan willen we ook workshops houden in dit project. Het eerste daarvan is gepland op 17 maart in de namiddag in Leuven, Flanders Make in Leuven. En daar is de bedoeling om hands-on demos te voorzien, zodat de mensen zelf kunnen experimenteren met bepaalde tools. Maar ook interactie voorzien met experts en een mogelijkheid tot networking. Dus daar ook een save the date. De invites worden ook binnenkort uitgestuurd. Ja, verder, om de disseminatie van nieuws te kunnen doen, gaan wij op de Flanders Make site regelmatig nieuws publiceren. We gaan ook op onze website, TWI for Manufacturing, verschillende nieuwsitems bijhouden. Maar wij zijn ook continu op zoek naar andere kanalen om relevante informatie omtrent werkinstructies verspreid te krijgen. En dan worden er in het project nog demonstratoren opgebouwd of uitgewerkt, waarin dat mensen dan ook effectief kunnen komen kijken naar hoe dat werkinstructies praktisch gerealiseerd worden. En er gaan 3 setups zijn, eentje in Kortrijk, eentje in Lommel en een mobiele opstelling in de MakeLab trailer, waardoor dat we verspreid over Vlaanderen de demonstratoren dicht bij het doelpubliek kunnen krijgen. Goed, dat was een korte samenvatting over het DWI for Manufacturing project. En dan gaat nu Karel Bouters, Innovation Manager Smart Production Systems van het CoreLab ISYE bij Universiteit Gent, een presentatie geven over hoe start je nu effectief met die digitale werkinstructies. Karel, ik veronderstel dat jij het scherm gaat overnemen. Ja, ik ga dat doen. Oké, dankjewel Dimitri voor de introductie. Voordat we spreken over hoe start je met digitale werkinstructies, misschien even herhalen waarom je zou willen starten met digitale werkinstructies. En eigenlijk als je gaat kijken naar de claims die technologieleveranciers leggen, is dat dat in enerzijds de productie verhoogt en de productiviteit. Dat digitale werkinstructies u kunnen helpen om kwaliteitsproblemen op te lossen of te reduceren. Dat er ook een sterk trainingsaspect zit aan het gebruik van digitale werkinstructies. Dat het digitaliseren van al die informatie er ook voor zorgt dat je veel eenvoudiger kan omgaan met het schrijven van die instructies en met versiebeheer, met het updaten van die instructies. En dat je zelf je digitale werkinstructiesysteem zou kunnen gebruiken om een continu verbetercultuur te installeren binnen je bedrijf, bijvoorbeeld door operatoren ervaringen te laten uitwisselen door middel van dat digitale werkinstructieplatform. Nu, dat zijn uiteraard de technologieleveranciers die de voordelen opsommen. Er zijn ook een aantal studies gebeurd die bekijken of dat die voordelen effectief wel kloppen.
Ik ga een aantal van die studies kort even toelichten. Een eerste is een Nederlandse studie waarbij dat ze gekeken hebben naar een eenvoudige assemblage van een pennendoos, waar ze eigenlijk de vergelijking proberen maken hebben van papieren instructies versus interactieve werkinstructies op een tablet. Met interactief bedoelen we dat daar een virtueel model van het product was en dat de mensen, de gebruikers, de kans kregen om bijvoorbeeld het product te gaan roteren binnen die werkinstructie om andere views te creëren op het product en op de taak die moest gebeuren. Interessant in die studie was vooral dat de kwaliteitsimpact veel groter was dan eigenlijk de impact op de productiviteit zelf, dus op de snelheid. En dat er eigenlijk heel duidelijk in een laatste test waarbij dat ze zowel de papieren als de digitale werkinstructies aanboden, dat daar eigenlijk totaal geen meerwaarde was. Dus in dit geval, de interactieve DWI's presteerden net iets beter en eigenlijk een overload aan informatie, dat was geen voordeel. Een andere studie die iets minder industrieel is, maar iets meer labo-gericht, ging over het assembleren van eenvoudige Lego-constructies. En daar werden testen gedaan met smart glasses, zowel smart glasses die tekst weergaven op het scherm, en smart glasses waar dat ook audio-ondersteuning werd gegeven. Nu, in het algemeen presteerden die wel beter dan de papieren. Waren hier de papieren instructies een stuk beter, wat dan misschien een beetje verrassend is. Daar zagen ze wel heel veel verschil in de complexiteit van de taken. Dus hoe complexer de taak werd, hoe groter het voordeel van de digitale instructies. En daar kwam ook uit dat de technologie, die smart glasses, niet voor iedereen even aangenaam was in het gebruik. Sommige mensen kregen daar hoofdpijn van, vonden dat heel moeilijk om mee te werken. Een derde studie keek dan eerder naar het leereffect. En daar was het eigenlijk interessant om te zien dat er niet zoveel verschil was op verschillende digitale werkinstructiesystemen, maar dat we wel zagen dat op een bepaald moment met instructies kom je op een soort van plateau, dus een continue state in termen van productie. En wanneer dat je operatoren voldoende getraind hebt en eigenlijk de instructiesysteem ging uitschakelen, dat je daar eigenlijk nog een winst kon boeken. En dan een laatste studie gaat dan veel minder over assemblage, maar meer op de omstelling van een automatische booglasrobot, waarbij dat zowel testen gedaan werden met de HoloLens en de tablet. En daar viel het op dat de tablet eigenlijk heel weinig verschil gaf ten opzichte van papieren instructies, terwijl dat die HoloLens in dit geval wel een duidelijk sterke reductie van de omsteltijd teweeg bracht. Nu, algemeen, als conclusie van die studies kunnen we zeggen dat er zeker voordelen verbonden zijn aan die digitale werkinstructies, maar dat we dat een beetje moeten nuanceren. Eerste conclusie is zeker dat een impact op kwaliteit vaak groter is dan die op de cyclustijd. Het is ook zo dat de impact, de voordelen die je creëert van zo'n instructiesysteem heel sterk afhangen van de situatie waarin je zit, van de persoon die het gebruikt, van de complexiteit van de taak. En als je effectief impact wilt creëren met digitale werkinstructies, dat je eigenlijk ook wel het volledige potentieel van digitale technologie moet gaan benutten. Waarmee dat ik bedoel, als je je digitale werkinstructiesysteem enkel en alleen gebruikt om een PDF op een scherm te tonen, zal het effect daarvan heel beperkt zijn. Als je dat bijvoorbeeld een stuk interactiever maakt, tekst gaat toevoegen of voorbeelden zoals dat Benny aanhaalde, werken met kleurcoderingen die aangeven of dat je in een eindstaat bent of nog een stuk werk moet gebeuren aan het product. Zulke zaken zorgen er wel voor dat de impact van die digitale werkinstructies een stuk groter wordt. Er zijn ook een aantal kanttekeningen te maken bij het gebruik van die digitale werkinstructies. En dat is wat Benny ook al aangehaald heeft. De inspanning om die instructies te schrijven is vaak heel groot. Benny refereerde naar 1 op 25, dus dat vraagt zeker wel een effort. Uit die studies kwam ook voor dat het consumeren eigenlijk van die digitale werkinstructies ook een bepaalde tijd vraagt. Dus als je operatoren gaat overladen met informatie, kan het ook wel zijn dat je productiviteit een stukje negatief gaat beïnvloeden.
En kwam ook naar boven, zoals ik eerder aanhaalde, dat niet alle technologieën door iedereen even aangenaam bevonden worden. Nu, we kunnen dus concluderen dat er geen beste systeem bestaat algemeen, maar wel waarschijnlijk een beste systeem voor uw situatie. En dan is de vraag, ja, is dat dan zo dat er zoveel verschillende systemen bestaan? En eigenlijk als je een keer gaat kijken op websites van aanbieders, ga je al heel veel verschillende technologieën zien, ga je heel veel verschillende termen tegenkomen. Dat gaat van augmented reality, het tonen van instructies op wearables, het gaat over integratie met ERP, eenvoudige configuratie van uw instructies, analytics, analyse op data, interactieve werkinstructies, adaptieve werkinstructies, competentiebeheer wordt daar soms aan gekoppeld, integratie met smart tools, zoals Benny ook al aanhaalde, kwaliteitsbeheer, training, traceability enzovoort, versiebeheer. Dus uiteindelijk zijn er heel veel functionaliteiten die je gaat terugvinden bij die digitale werkinstructiesystemen. En kunnen we toch wel stellen dat het soms heel moeilijk wordt om door de bomen het bos te zien en om de juiste keuze voor uw situatie te gaan maken. En dat is ergens een stukje waar dat we ook in dit project willen bij helpen. Wat dat we typisch vaak zien is dat de stap richting digitale werkinstructies wordt gezet om één bepaalde reden. Typisch is er een bepaalde trigger die ervoor zorgt dat de beslissing genomen wordt om te starten en met digitaliseren van de instructies. Dat kan van alles zijn, maar typisch gaat dat over productiviteit verhogen, kwaliteitsproblemen proberen onder controle krijgen, misschien een strategische keuze van een bedrijf om paperless te gaan werken in plaats van papieren instructies te gaan gebruiken. Dus op dat moment dat je die beslissing neemt, kun je eigenlijk een keer een scan gaan doen op internet en gaan kijken van welke systemen bestaan er al. Nu, als je eigenlijk echt een deftig zicht wilt krijgen hoe dat verschillende systemen uw probleem kunnen oplossen en welke kost dat eraan gekoppeld is, dat is natuurlijk ook altijd belangrijk, kun je niet veel anders als heel snel in interactie gaan met die technologieleveranciers. En daar schuilen eigenlijk, laten we zeggen, twee problemen of twee gevaren. Het is zo, als je in die interactie gaat, belanden al vrij snel in een soort van sales traject, waarbij natuurlijk die aanbieder van die systemen hun oplossing een beetje gaan pushen. Uit die gesprekken ga je ook dingen leren. Er gaan features naar boven komen waar je op voorhand nog niet aan gedacht had. Die ga je dan meenemen naar een volgend gesprek met een andere leverancier. Het antwoord dat hij dan biedt, aangezien dat je nieuwe features en nieuwe vragen bovenhaalt, dat lijnt eigenlijk al niet meer op met het offer dat je van die eerste leverancier gekregen hebt. En op die manier heb je uiteindelijk niet echt nog een basis om een vergelijking te gaan doen tussen de verschillende systemen of de verschillende leveranciers waarmee dat je gesproken hebt. Het is ook vaak dat we zien dat in die sales trajecten, dat er soms overgegaan wordt tot het opstellen van demo's die bijvoorbeeld betalend kunnen zijn. En je krijgt die kost dan wel terug een keer dat je de stap zet naar het uiteindelijk implementeren. Maar op die moment creëer je een soort van wat wij vendor lock-in noemen. Dus iets te vroeg in zee gaan met een leverancier. En als je dan later wilt gaan kijken van ik wil nog extra features toevoegen, blijkt dat systeem dat je initieel gekozen hebt, dat eigenlijk niet meer matcht met wat je wilt realiseren in je digitale werkinstructiesysteem. En daarom is het heel belangrijk dat je eigenlijk op voorhand heel duidelijk voor jezelf gaat bepalen van wat zijn nu de zaken die ik wil realiseren met mijn digitale werkinstructiesysteem, welke features moet dat digitale werkinstructiesysteem de dag van vandaag zeker hebben, wat wil ik misschien in de toekomst doen, dus is ook belangrijk. En daar proberen we in dit project te ondersteunen door een vereiste studie of een methodologie om een vereiste studie te gaan doen, te gaan opstellen. Op die manier kun je eigenlijk met een heel concrete vraag naar de leveranciers gaan en kun je op voorhand eigenlijk al uw vereisten uittekenen
vooraleer dat je een interactie gaat met die leveranciers. Dat zorgt er voor u voor dat je vrij zeker bent dat het offer dat je binnenkrijgt van die leveranciers, dat dat effectief voldoet aan de vraag vandaag en ook wat je in de toekomst wil bereiken met de instructiesysteem. Zorgt er ook voor de leverancier dat zij heel eenvoudig een antwoord kunnen bieden en heel gericht een antwoord kunnen bieden op uw vraag. Wat zit daar allemaal in die vereiste studie? Er zijn een aantal aspecten van het digitale werkinstructiesysteem dat je wilt coveren. Ik denk, en ik refereer ook terug naar wat Benny zei, het creëren en beheren van die instructies. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld in een redelijke massaproductieomgeving zit, waarbij dat die instructies niet zo vaak veranderen, maar het kan ook zijn dat je ergens dat je heel vaak op projectbasis werkt bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die je moet rekening houden, want hoe meer aanpassing dat je moet maken aan je instructies natuurlijk, hoe vlotter dat die interface daar moet zijn. Ook in de manier hoe dat je instructies gaat uitvoeren, kan er heel veel verschil zitten. Het kan gaan over verschillende devices die je wilt gebruiken. Het kan gaan over die instructies bijvoorbeeld adaptief maken, aanpassen aan de gebruiker van die instructies. Moeten die instructies door de operator opgeroepen worden of moet het systeem eigenlijk volgen wat dat er gebeurt en automatisch door de instructies scrollen? Dat zijn ook allemaal vragen die moeten beantwoord worden. Verder datacollectie. Eens je een stuk digitaliseert, kan je ook uit die systemen een stuk informatie gaan halen rond kwaliteit, rond timinginformatie, rond het gebruik van de tools bijvoorbeeld. En die informatie kun je ook gaan gebruiken om dashboards te bouwen, om analyses te gaan doen. Ook belangrijk op voorhand om te weten welke dashboards die dat zijn, welke analyses dat je wil gaan doen. Dispatching. Hoe zorgen we ervoor dat die instructies op de juiste plaats terechtkomen? Zijn daar linken te trekken naar andere systemen, zoals bijvoorbeeld een scheduling die automatisch zorgen dat die instructies aangeleverd worden? En een laatste aspect is de communicatie. Enerzijds met andere IT-OT-systemen in uw omgeving, maar ook communicatie verwezenlijken tussen bijvoorbeeld operatoren, het borgen van kennis, het delen van kennis, of tussen operatoren en experten. Nu, dat zijn allemaal instructiespecifieke aspecten. Ook heel belangrijk, waar we ook altijd de nadruk willen op leggen, is dat je een uitrol van zo'n instructiesysteem ook moet bekijken in een langere termijnvisie en ook binnen uw volledige IT en OT roadmap. Dus er zijn typisch al wel wat informatiesystemen, operationele systemen aanwezig in uw bedrijf. En wat je hier ziet op die figuur, dat is een excerpt die we genomen hebben uit de ISA 95 standaard, waar je ziet dat op die manufacturing execution layer, dat er niet alleen instructiesystemen spelen, maar dat er ook scheduling is, dat er ook bijvoorbeeld WMS-systemen en warehouse-systemen zijn. En dat daar linken zijn tussen je instructiesysteem en ook die andere systemen die daar aanwezig zijn. Ook belangrijk vooraleer dat je aan de implementatie begint, is dat je die interfaces definieert vooraleer te starten met de implementatie. Dan kom ik bij de laatste slide en hier wil ik enkel nog een aantal key takeaways meegeven. Ik denk de conclusie is eenvoudig. DWI's kunnen zeker voordelen bieden en bieden eigenlijk voor bijna elke omgeving zeker voordelen, maar er bestaat geen beste oplossing to court. Maar zeker wel een beste oplossing voor uw situatie. En daarom is het vooral belangrijk om vooraleer je in een implementatietraject stapt, heel duidelijk voor jezelf uit te maken wat je wil bereiken, wat uw doelstellingen zijn, wat uw vereisten zijn voor dat instructiesysteem. En net dat is iets waar dat we binnen dit project jullie zeker willen mee helpen door onafhankelijk advies te geven en door ROI-calculators, bijvoorbeeld vereiste studiedocumenten, dus de tools te bieden om uw keuze voor een digitaal werkinstructiesysteem te onderbouwen. Ziezo, dat was mijn laatste slide. Dank u wel, Karel. En inderdaad, zoals Karel aanhaalt, we willen jullie daar zeker bij ondersteunen in adviesmomenten of op andere methodes in
nou, de selectie van, of de stappen naar een digitale werkinstructieplatform. We gaan nu in het webinar verder dus met een presentatie van Jeroen Winderiks, Application Engineer, of Associate Application Engineer bij Flanders Make. En hij zal jullie een korte uitleg geven over de DWI for Manufacturing website en de bijhorende kennisdatabank. Dus ja, ik denk dat jij ook het scherm gaat overnemen. Hè? Ja, dankjewel Dimitri. Normaal zou iedereen mijn scherm nu moeten kunnen zien. Ja. Oké. Okay. Dan zal ik even kort overlopen waarvoor de DWI for Manufacturing website nu net dient. Dus de DWI for Manufacturing website is een tool die als hulpmiddel kan fungeren voor bedrijven om op een eenvoudige manier tot een geschikt DWI-platform te komen die voldoen aan vooraf opgestelde noden of eisen. En indien u de webpagina bezoekt, komt u natuurlijk op de startpagina terecht. En deze bevat een overzicht van alle informatie die op de website te vinden is. Ik ga er nu niet in detail over gaan, maar we zullen bijvoorbeeld, ik wil meer informatie weten over het project. Dan komt u bij een nieuwe pagina terecht, de projectpagina. En als u dan een beter beeld wilt krijgen van waar het project nu net om draait, kan u gerust de tekst eens een keer doornemen. Een andere pagina die misschien niet onbelangrijk is, is de agendapagina. Deze pagina dient voornamelijk om komende evenementen in de komende maanden weer te geven op deze pagina. Bijvoorbeeld zoals Dimitri daar straks al aanhaalde, was er op 17 maart een workshop gepland. Als u dit evenement in detail wilt bekijken, kan u op deze knop klikken en dan komt u informatie zoals de datum, de tijd en het soort evenement tegen. Andere nuttige informatie zoals de organisator en de locatie is misschien ook niet onbelangrijk. In dit geval is dat de Flanders Make vestiging in Leuven. Als u geïnteresseerd bent om uw collega's of vrienden met dit evenement kennis wil laten maken, dan kan u kiezen voor het gewenste social media platform om op te delen. En indien u gebruik maakt van een Google Calendar, dan kan u ook op deze knop klikken zodat u niet manueel al de gegevens moet invullen. Indien u bijvoorbeeld enkel geïnteresseerd bent in workshops en niet in webinars of andere soorten events, dan kan u hier ook filteren op workshops en dan worden enkel alle workshops weergegeven. De volgende pagina bevat vooral informatie over alle partners die een bijdrage hebben geleverd aan dit project. En indien u op een van de logo's klikt, dan komt u ook meer informatie over die specifieke partner te weten. Ja, de contactpagina spreekt waarschijnlijk voor zich. Op deze pagina kan u in contact komen met een van onze experten. U dient dan gewoon dit formulier in te vullen met de gewenste boodschap. En indien u dit formulier verstuurt, wordt u zo snel mogelijk geholpen door een van de experten. Maar de pagina die waarschijnlijk van het grootste belang is voor dit project, is de kennisdatabank. De kennisdatabank is eigenlijk een verzameling van allerlei DWI-platformen. Wij hebben van deze platformen informatie vergaard en dit in een productvorm gegoten. Momenteel zitten hier 5 producten beschikbaar, namelijk Archite, Azumuta, Manual.2, Procedix en SupportSquare. Er zijn nog een 30-tal andere DWI-platformen waarop we momenteel volop mee bezig zijn om de informatie te vergaren en deze in de nabije toekomst op de website te tonen. Het is daarom dat ik wel moet vermelden dat de pagina nog een work in progress is. Een DWI-platform is ook geen vastgegeven, aangezien dat de aanbieders zelf dagelijks bezig zijn met het verbeteren van hun software, waardoor dat er op de website zelf ook frequente updates nodig zijn. Daarom kan u hier zien dat de laatste update op 18 februari is gebeurd. Om dan te gaan naar het filtersysteem. Deze bestaat uit 3 grote groepen. De werkinstructies uitvoeren, werkinstructies beheren en de algemene groep. De werkinstructies uitvoeren heeft voornamelijk betrekking op alles waar het de operator mee te maken krijgt tijdens de uitvoer van de werkinstructies. De werkinstructies beheren gaat dan weer over de aanmaak van de instructies en de controle van deze aangemaakte instructies. En de algemene groep heeft zowel betrekking op de uitvoer als het beheren, of nu net op geen van beide. En hiervoor wordt dan een aparte sectie voor voorzien. Om hier een use case aan te koppelen, stel je wilt als bedrijf dat uw operator wordt ondersteund door audiofiles tijdens de assemblage van een bepaald product. Dan kan u bij werkinstructies uitvoeren gaan zien bij ondersteunde inhoud. En dan ziet u hier effectief een blokje audio staan. Ik wil dat mijn operator wordt ondersteund door audiofiles, dus ik klik hierop. En dan ziet u al direct dat er 2 producten worden weggefilterd die niet aan die vereisten voldoen.
Als we er dan nog een andere vereiste aan koppelen, dat uw operator bijvoorbeeld ook moet ondersteund door CAT-informatie, zoals STIP-files of OBE-files, dan kan u dit blokje ook aanduiden. Komt u uiteindelijk terecht op nog één platform die voldoet aan de twee eisen die hier zijn opgesteld. Natuurlijk kan dat product meer dan enkel audio- en CAT-files ondersteunen. En als u daar een volledige lijst van wilt terugkrijgen, klikt u gewoon op het product. Ziet u hier effectief dat audio en CAT hier een onderdeel van zijn, maar er nog een tal van andere elementen beschikbaar zijn die eventueel interessant kunnen zijn voor uw use case. Als we dan een andere use case eraan koppelen, u wilt als bedrijf dat uw operator een specifieke operator interface gebruikt. Moest u nu niet weten wat operator interface net is, voor elk van die termen is er ook een infobutton voorzien. Bij operator interface is dat deze. En als we daarop klikken, ziet u voor elke mogelijke keuze aan operator interface een stukje informatie. Bijvoorbeeld mobiele apparaten, wordt er dit van informatie weergegeven. Maar stel je voor smart glasses met mixed reality, ik weet niet wat het is, kan u ook op die term klikken. Dan wordt u direct doorverwezen naar onze laatste pagina, de terminologiepagina. En dan kan u hier de smart glasses met mixed reality in een breder aanbod van informatie te weten komen. Als we dan teruggaan naar onze use case, we wilden smart glasses met mixed reality. We klikken op dat blokje en we komen uiteindelijk bij één product terecht dat deze eis voldoet. Dus om kort samen te vatten wat de kennisdatabank nu net is. Je bent als bedrijf op zoek naar bepaalde eisen die je wilt opstellen vooraf. En door deze eisen op te stellen kom je uiteindelijk bij bepaalde platformen terecht die voldoen aan die eisen om zo van een ruim aanbod naar specifieke platformen te gaan die van toepassing kunnen zijn op uw bedrijf. Dan denk ik dat ik de grootste functionaliteit van de website heb uitgelegd. Als er nog vragen zijn, dan mag u deze nu stellen tijdens de Q&A. En ik bedank u alvast voor te luisteren. Dank u wel. Dank je wel, Jeroen. Ik wil hierbij ook nog eens benadrukken. Dus wij proberen hier onafhankelijk advies te geven. Dus we hebben nu voorlopig 5 platformen erin staan. Zoals Jeroen aanhaalde, we gaan dan nog drastisch uitbreiden naar 30 platformen. Maar het is ook een levende kennisdatabank op zich. Dus die informatie, als er aanpassingen in dienen te gebeuren, dan mogen we ontvangen we altijd graag de input daarvan. Maar we zijn in gesprek met de verschillende leveranciers en we zullen dat ook moeten blijven om die kennisdatabank up-to-date te houden. Goed, dan zijn wij nu stilaan bij het einde van deze webinar aangekomen. We hebben nog een aantal minuutjes voor eventuele vragen. Dus als er iemand nog graag een vraag wilt richten aan een van de presentatoren, dan is daar nu een geschikt moment voor. Ja. Moest er misschien nadien nog vragen naar boven komen. Aarzel dan ook niet om mij te contacteren. Dan zal ik u sowieso doorverwijzen naar de spreker of naar de geschikte persoon om uw vragen te beantwoorden. En zoals dus ook eerder aangehaald, moesten er mensen zijn die toch nog geïnteresseerd zijn in een adviesmoment, vandaag of op een latere datum, neem dan ook zeker contact met ons op, zodat wij jullie kunnen helpen bij de volgende stappen in jullie traject rond digitale werkinstructies. Oké. Als er geen vragen zijn, dan zijn we nu bij het einde van dit. Ik heb één vraagje, Jolanda Dams. Ik heb een vraagje voor Karel. Heeft de UGent ook zelf onderzoeken gedaan met digitale werkinstructies, zoals je voorbeelden gegeven hebt? Studies naar die impact bedoelde. Ja. Specifiek van bestaande systemen niet echt, maar wat we natuurlijk wel doen is onderzoek naar het verbeteren van die systemen, bijvoorbeeld adaptiever maken, integratie van ergonomische informatie bijvoorbeeld. En natuurlijk de impact daarvan wordt natuurlijk wel onderzocht dan ook in die onderzoeken. Oké. Okay.
Nog verdere vragen? Oké, dan rest er mij niks anders dan de sprekers te bedanken voor hun presentaties die zij duidelijk hebben proberen over te brengen naar jullie. En ook jullie allemaal als aanwezigen van dit webinar te bedanken om dit te volgen. We hopen dat het interessant was voor jullie, dat jullie er iets uit hebben kunnen leren. En we hopen jullie ook terug te zien bij onze toekomstige webinars of andere evenementen om jullie zo goed mogelijk te begeleiden. Dus zoals gezegd, bij vragen kan je steeds contact opnemen met mij op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. De recording van deze webinar zal zo dadelijk afgesloten worden en ook verstuurd worden naar jullie. Zodat moesten jullie nog eens willen terugkijken naar een bepaald stukje uit deze presentatie, dat dit mogelijk is. Bedankt voor jullie aanwezigheid en hopelijk tot op een volgend event.